De Katholieke Onderwijzersbond KOB heeft vandaag de driedaagse workshop Teacher Empowerment afgesloten. Voorzitter Bernice Terbeek Baron zegt dat deze workshop georganiseerd is vanwege de perikelen die zich voordoen in het onderwijsveld. In samenwerking met het RKBO hebben de leerkrachten tools gehad om problemen op de werkvloer aan te kunnen, zegt Terbeek. Wat er ook gebeurt, wij geven je die krakka, benadrukt zij. Tijdens de workshop is onder andere gekeken naar de status van de leerkrachten heden ten dage, persoonlijke groei, attitude en bewustwording in de klas en op school. Verder is de leerkrachten aangeleerd hoe zij in bepaalde gevallen moeten handelen. Er was een geval aangehaald, stel als een leerling je klap. Wat doe je? Toch? En de inleider heeft aangegeven, als een kind tot zo'n daad is overgegaan, veel meer. Je moet dan gaan onderzoeken wat de achterliggende gedachte is. Kinderen komen vaak met hun problemen, hun eigen emoties en ze reageren het af op anderen. Dat heb je vaak. En wij als opvoeders moeten weten dat wij boven de leerlingen moeten staan. Terbeek benadrukt dat het tijd is dat leerkrachten opstaan en duidelijk maken dat zij niet de pispaal zijn van leerlingen. De leerkracht is namelijk een medeopvoeder die met het nodige respect behandeld moet worden. De schoolleider Stefano Scholsberg van de Sint-Hubertusschool te Boven-Kopenhagen en Tiffany Anteunis van de JAM Willebrandschool te Pekingslee geven een reactie op de Teacher Empowerment Workshop. Nou, dus alles wat ze eigenlijk hebben aangekaart, zie ik in mijn zelf wat ik al doe. Dus eigenlijk zijn bepaalde kleine dingen, kijk ik straks wat ik extra mee kan nemen. Omdat de meeste dingen vandaar doe ik zelf met mijn team. Zoals wat ze hebben aangegeven, motiverend bezig zijn met die kinderen. Dat doe ik samen met mijn team en die mensen van het dorp om die kinderen bezig te houden. Dus dat hoef ik niet eigenlijk te gaan wachten op het ministerie. Daarvoor zijn we leerkrachten om eigen creativiteit te creëren om die dingen te doen. Dus in mijn Pinksterweekend moet ik met ze naar Paramaribo voor een educatieve dag. Dus dan kijk ik daar naar uit. Ik vind het op zich een heel goed idee, echt thumbs up voor de organisatie. Want u snapt, wij leerkrachten, we hebben het ook nodig. Het komt voor dat leerkrachten gedemotiveerd raken van tijd tot tijd. Snapt u, des te meer in het binnenland. Omdat in het binnenland hebben we te kampen met een heleboel ontberingen. Snapt u? Net als wat de mensen gezegd hebben, je laat letterlijk van alles in de stad om in het binnenland te komen werken of in het binnenland te gaan werken. En zo'n motivatiesessie vinden we een heel goed idee. Men geeft ons letterlijk een push, men geeft ons letterlijk kracht en power om na de vakantie, dat is wanneer de school weer begint, echt met een nieuwe moed onze laatste kwartaal tegemoet te gaan. Enkele reacties op de driedaagse workshop georganiseerd door de KOB. Deze workshop is in samenwerking met het RKBO gehouden in het KOB-centrum aan de Burenstraat.